Goedendag dames en heren, we zijn bij de volgende video beland. Deze video gaan we doornemen hoe je de remweg kan verkleinen, waardoor je dus eigenlijk in noodsituaties dat er in één keer een auto om de hoek komt, een fiets om de hoek of een voetganger, het maakt niet uit dat er iets wat er op je pad komt, dat je in een korte afstand snel stilstaat en veilig. Zoals je weet zit er een gyroscoop in de future wheel, waardoor je eigenlijk naar voren leunt om te versnellen, te accelereren of om te remmen naar achter moet leunen. Nou ligt eraan hoe snel je wil accelereren of hoe snel je wil remmen met het lichaamsgewicht waarmee je het verplaatst. Nou, ik ga je nu laten zien hoe kort de remweg eigenlijk zou kunnen zijn met een bepaalde snelheid en hoe snel je eigenlijk zou kunnen stilstaan. Want ik krijg heel vaak te horen van ja, maar dan rem je wel, maar dan ben je net te laat voor een fietser of voor een voetganger. Dat is niet waar. Het ligt geheel aan jezelf. Ik laat het nu zien. Zoals je even ziet sta ik vet snel stil. Ik kan van die kant aanrijden met een vaartje van, nou eventjes snel, 11 km per uur. Met zo'n snelheid. En zoals je ziet verplaats ik mijn lichaam helemaal naar achter. Mijn gehele lichaam, niet alleen mijn bovenlichaam, want dan kun je er vanaf vallen. Maar het ding is eigenlijk dat je eigenlijk met je gehele lichaam in één lijn naar achter leunt. Waardoor je op je hielen je gewicht zet. En daardoor sneller afremt. Kijk, ik doe het nog één keer voor en kijk dan nog even goed hoe mijn lichaam uitkomt. Deel en like deze video. Ik hoop dat jullie er wat aan hebben gehad. En probeer het thuis. Succes!